In de Mario plus Rabbids Rayman DLC moeten Rayman, Rabbit Peach en Rabbit Mario langs drie verschillende filmsets. En op die filmsets zitten speciale uitdagingen. Dit is de middeleeuwen set en hier zit deze niveau 5 uitdaging. Op de piraten set heb je deze niveau 8 missie. En op de western set zit maar liefst een level 9 uitdaging. En in deze video gaan we ze alle drie doen. Ik denk dat deze redelijk makkelijk gaat worden, want ik ben inmiddels level 8 al. Als je wil zien hoe dat zo is gekomen, dan moet je de vorige video's even checken. Oh, en doen gelijk natuurlijk even de duimpjes omhoog en abonneer als je van Nintendo houdt. Bipo zegt: een vluchtige analyse van deze duistermispoel toont aan dat vaardigheid en finesse beter werken dan moed. Oh, moeten we niet gaan vechten? Rayman, waarom neem je Rabbit Peach niet mee? Haar helende vaardigheid is heel nuttig en misschien zelfs romantisch. Wil je van ons een setje maken? Ja, zo te zien zitten zij er allebei niet echt op te wachten, Rayman en Rabbit Peach. Bipo heeft een stuk geschreven, een romcom met ons twee erin. Oh ja, jij wel hoor, Bipo. Daar gaan we. Dit is dubbele pret. Rabbit Mario is dus niet van de partij en we moeten Panzer Goomba's verslaan met z'n tweetjes. Er zijn er maar liefst 9. Nou, dan denk ik dat dit nog best wel een klusje gaat worden hoor. Er zijn nog veel meer andere vijanden ook hier van de partij namelijk. Nou, dan beginnen we maar gewoon eventjes met Rayman. Dit is 1. Ik ga even Konkie roepen om de rest van de vijanden hier te verslaan die hier allemaal in de buurt staan. Potverdorie, ga eens even lekker weg allemaal. In de volgende beurt komen ze naar mij toe en dan ga ik de spettergolf ding gebruiken. Ik denk dat het ook zeker helpt om gewoon turrets neer te zetten. Oh, of natuurlijk die raket. Kijk, deze zou ook gewoon kunnen helpen. Doei. Doei. Deze wegblazen. Doei. Oh, die wordt gelijk ook geschoten. Ja, dit had ik dan even... Ja, dit is niet zo handig, want nu zijn mijn turrets al weg. Nou ja, maakt niet uit. Hem ga ik verslaan. Deze ga ik wegblazen. Kijken of ik nog eventjes naar die andere allemaal toe kan. Ah, dat red ik net niet, maar goed. Prima, er zijn er al 4 verslagen. Daar komt de volgende. Ja, zie je, er komen er nog meer aanlopen. Ja hoor, komt u allemaal maar. Ja, kom maar dichterbij, jongens. Oké, ik hoop dat jullie niet te vervelend gaan doen met z'n allen. Oh, nou ja, valt mee. Die blijven allemaal een beetje beneden staan. Die durven niet te komen. Oké, als ik nou eens hier ga staan, hè. En iedereen letterlijk wegspetter. Er vlogen er wel een paar weg. Hier zijn er nog 2. Deze kan ik weggooien zo. Gaan we even jumpen met Rayman. Die landt hier. Die gaat hem weggooien. Bye bye. Gaan we nog even turretjes plaatsen vlak bij mij. Als ik nou op hem schiet, hè, gaat hij dan... Ja, dan vliegt hij wel weg. Oh, kijk, kijk, kijk. Ja, hij maakt ook 2 bounces. Nou, dit was het. Nee, dit was het nog niet. Er zijn er nog 2. Waar dan? Er zijn nog 2 Goomba's die zich verstopt hebben. Oh, die komt er hier aan. Doei. Ah, dit is eigenlijk niet zo handig dat hij zo ver wegvliegt. Dan moet ik straks helemaal daar naartoe. Nou ja, voorlopig mist echt iedereen. Oké, dat had ik misschien niet moeten zeggen. Oké, mag ik weer? Oh, ik haal het echt net niet. Wacht, dan moet ik even springen. Rabbit Peach! Oh, kijk, ik kan ze allebei tegelijk tackelen. Ja hoor, hoppakee. Doei, Goombaatje. En de laatste mazzel. Ah, dat had misschien een beurtje sneller gekund, maar deze was niet heel moeilijk. Hij was wel leuk. Was wel een leuke missie. Hoppakee, gouden plaat erbij. Het hoefde dus niet sneller. Kijk, we zijn echt super populair aan het worden hoor. Ik heb een nieuwe wapenskin bemachtigd. Oh kijk, ik heb er gewoon 3 joh. Ik heb ook dit galactische ding nog uit de DLC. Nou ja, laat ik deze boekanier troll dan maar aanzetten. Maar dan denk ik dus dat ik op de andere sets skins krijg voor wapens van Rayman en Rabbit Mario. Laten we snel doorgaan. We gaan door naar de piraten set. Hey, ja hoor, daar zijn we weer. Kijk hoor, waar was die missie hier dan? Oh ja, hier zo. Box buddies, let's go. Rayman en Rabbit Mario moeten samen. We zijn in het voordeel bij korte afstandsgevechten. Oh, dat is nice, want ik heb Rabbit Mario een hele handige ability gegeven. Die ga ik je zo laten zien. What up, Rayman en Rabbit Mario? Jullie zijn goed in dingen rammen. Versla iedereen. Daar gaan we. Hoeveel zijn dat er? Dat zijn 7 man. Kijk, Rayman, die heeft bijvoorbeeld zo'n wervelwind. En dan kan die allemaal mensen bij zich in de buurt roepen. Dat is misschien handig voor straks dan. Met Rabbit Mario kan ik nu namelijk schieten op iemand. En dan kan ik nog doorlopen. Echt super handig. Ja, misschien zou het kunnen werken als ik alvast ver wegspringen of zo. Nou, weet je wat? Ik ga gewoon weer beginnen met mijn raket. Want die vind ik echt super chill. Dan kan ik iedereen gewoon lekker zo er vanaf plempen. Hoppakee. 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 Kom maar, kom maar, kom maar. Waar zijn jullie? Waar zijn jullie? Oh, dit doet echt heel weinig damage. Dit doet echt heel weinig damage, verdorie. Die kunnen goed tegen vuur of zo, denk ik. Oh, er staan hier wel nu gelijk 2 naast me. Hallo. Hallo. Kijk, die kunnen we dan gewoon gaan schieten, hè? Bam. Ze zijn wel sterk, trouwens. Ja, niveau 8 is geen grap. Oké, Rayman. Hier, jij mag ze allebei verslaan. Dat zijn er in ieder geval alvast 2. Weet je wat? Laat ze maar naar mij toe komen. Rabbit Mario roept gewoon even lekker een kloontje op. Zo, hotseflots. En dan schieten we deze ook gelijk kapot. Hartstikke idee. Oké, Rabbit Mario, jij mag hier schuilen. Rayman gaat denk ik ook nog een beetje schuilen. We gaan onszelf alvast verdedigen. Hoppakee. We hebben de turrets weer meegenomen. Ga ik wel ietsje verder staan met Rayman. Zo.
doe jullie ding. Oké, waarom werd jij niet opgepikt door een turret? En wat doe jij voor een gekke kracht nu? Jij wordt ook niet opgepakt door een turret? Oh, wauw. Oké. Ze schieten hard. Moeten we die turrets gewoon even lekker wat verder zetten? Hoppakee, dan doen we die gewoon allemaal een beetje zo. Die gooien we naast hem. Ik wil eigenlijk even een behoorlijk stukje gaan vliegen met deze kloon. Ja, lekker. Ik kan precies tackelen. Doei! Dan schiet ik hem gewoon kapot. Hoppakee, daar gaat de volgende. Oh, wow, wow, ik word gewoon gelijk geraakt. Hij valt me gewoon gelijk aan. Ze hebben allemaal 724 HP. Ze zijn zwak tegen schokken. Oké, dat is top, want ik heb iets met schokken meegenomen namelijk. Zou er twee naar me toe kunnen roepen nu? Die worden dan eventjes weggeblazen. Tenminste, ze worden een soort van geraakt. Ze worden geraakt, maar niet weggeblazen. Oké, cool. Die staan hier naast mij nu. Deze gaan we even pakken, hoor. Deze twee die moeten we echt even verslaan nu. Tackeltje. Nog een tackeltje. Even schieten. Ja, top dit. Oh, ze proberen me dan wel weer te raken. Gelukkig missen ze. Ja, en dan de schokken erachteraan. Dan zijn deze twee ook weer weg. Lekker. Helemaal klaar met jullie. Kijk, en Rabbit Mario kan nu dus gewoon nog lopen. Dat is echt ideaal. Gaan we weer wat nieuwe turretjes neerzetten. Ik wil er eentje eigenlijk bovenop dat ding daar gooien. Oh, die komt er dan precies weer achter. Nou ja. Deze gaat hier. Rayman gaat hier staan. En Rabbit Mario die gaat... ga ik denk ik hier neerzetten. Ik weet het niet zo goed. Oké, laat maar zien wat jullie kunnen. Ja, jij gaat sowieso op Rabbit Mario schieten. Geen probleem. Jij komt er niet bij, denk ik. Wat ziek idee. Oké, Rayman, focus. We gaan nu op deze. We gaan deze pakken. Tackle 1. Oh, ja. Nee, hij is erbuiten. Dat is lekker. Dat is extra damage. Dat is top. Hoppakee. Nog een keer. Ja, lekker. Oh, dat is vlot. Deze is ook weg. En er staat er nog eentje beneden. Die kan ik vanaf hier niet erg lekker raken. Ja, laat maar zien wat je gaat doen. Voorlopig word je door alles geraakt. Let's go, Rayman. Raket, Rayman. Oké, ik weet dat dit niet zo goed werkt misschien. Maar waarschijnlijk werkt het goed genoeg. Kom maar. Bam. Top. Lekker, ja, dit gaat goed komen. Is die al kapot? Ja, nu sowieso wel. Ja, lekker teampje hoor, Rayman en Rabbit Mario. Dit ging echt soepel. Dit ging heel lekker. En weer een gouden plaat te pakken. Oeh, we zijn bijna maximaal populair. Ja, kijk, we hebben nu een nieuwe skin voor de wapen van Rabbit Mario. De Operateske Chefs. Ja, die zijn cool. Tijd om de piratenset te verlaten. En door te gaan naar de Western set. Oké, ik ben benieuwd wat dit gaat worden. Dit lijkt een ordinair gevecht te worden. De koninklijke straf. We moeten dit overleven? We moeten 6 beurten overleven. Klinkt niet als heel erg moeilijk eigenlijk. Die lui die kunnen toch niet zo ver lopen? Ik ga maar gewoon gelijk mijn hulpje oproepen. En gewoon hun twee gelijk voor de pampen schieten. Zo. Ja, ik weet niet hoor, maar ik ga gewoon gelijk aanvallen. Dan laten we geen gras overgroeien natuurlijk. Dit moet allemaal niet zo'n probleem worden. Kijk, hier gaan de eerste twee al. Dat is helemaal prima. En dan kan ik vast wel met de Rayman raket deze twee eens eventjes... Zo buiten het gebiedje plempen en dat moet toch allemaal niet zo'n probleem zijn, lijkt mij. Zo. Zo. Ja, ze overleven het dus wel. Dat is dan weer wel jammer. Ik kan nog wel wat van die turrets neergooien. En Rabbit Mario die kan gewoon lekker hier naar boven springen. Oh, hem even tackelen en zo. Het is niet zo heel slim om hier met Rabbit Mario te gaan staan, maar goed. Oké, tegenstanders krijgen de beurt. Wat gaan ze allemaal doen? De snipertjes gaan... die gaan verstoppen. En die gaan volledig voor... Zo, jeetje, die gaan heel hard voor Rabbit Mario. Waar ga jij naartoe, joh? Wat gaan jullie allemaal doen? Oké, er komen dus al wel weer nieuwe vijanden aan. Dat is altijd heel irritant. Rabbit Mario, waar ben je? Daar ben je. Je mag wel eventjes gaan afrekenen met deze twee, hoor. Tackeltje 1, tackeltje 2. Schiet ze allebei maar kapot. Of in ieder geval één van de twee. Oh joh. Oké, ren even weg. Zou even kunnen kloeren of we dat Fossi daar kapot kunnen maken. Ja, kijk, die is weg. Nice. Nou, dan moet de rest maar even hier naar boven gaan. Schieten! Zo, die worden wel hard geraakt, hè. Zo, moet even zorgen dat Rabbit Mario weg kan vliegen. Ja, dat gaat wel lukken zo. Dat gaat wel prima lukken zo, denk ik, hoop ik. Ja. En Rayman, die gaat volledig voor de plopper wachten. Die gaat zichzelf helemaal inbouwen. Hoppakee, kijk hoe... freaking veel ploppers hier zijn. Ga er ook alvast een paar naar boven gooien, hoor. Ja, dit is lekker. Oké, dit gaan we allemaal wel overleven, denk ik. Oh, jongen. Ik wist toch niet dat jullie naar boven konden springen? Dat wist ik niet. Ja, dit is niet oké. En wat komt daar dan uit? Nog zo'n gekke grote... Man. Oké, ik wist niet dat dit allemaal zo zou gebeuren. Ik wist niet dat zij zo fanatiek gingen springen de hele tijd. En er komen er gelijk nog twee. Oké, mijn kloon is nu kapot. Ik kan wel hier naar beneden springen. Ik denk dat ik deze twee sowieso eventjes moet gaan schieten. Ja? En dan gaan wij wel even vluchten, jongens. Wij gaan er heel even vandoor. Wij gaan heel even naar de andere kant van het speelveld. Donkey Kong mag deze kapot gaan maken. Let's go, Konky.
Lekker jongen, we gaan er vandoor. Oh, wacht even, Rabbit Peach. Je moet Rayman heel even helpen, zodat hij in de buis kan. Rabbit Peach mag ook ons eventjes gaan healen allemaal. Zo cool. Rayman die kan gewoon lekker helemaal de andere kant op zweven. Die kan gewoon vertrekken. Oké, tegenstanders de beurt. Ja, ga maar lekker springen. Ga maar lekker richting Rayman. Daar kom je lekker toch niet bij. Nog twee nieuwe daar. Hoppa. Ja, kom maar. Lekker springen. Oh my gosh, er komen er nog vier. We moeten echt wegrennen gewoon, denk ik. Ja, kijk, ik kan deze wel raken. Kijk, ik kan ze prima gaan raken. Dit is helemaal goed. Deze kunnen we slopen. Schieten! Oké, er zijn er in ieder geval straks weer twee weg. Kan jij dat dan afmaken, denk je, Rabbit Peach? Die kan er één afmaken. Kan jij weer terugkomen, denk je, Rayman? Ja, jawel, jawel, jawel. Oké, dan kunnen we deze twee in ieder geval afmaken. Zo, kunnen we de abilities een beetje sparen. Kan Rayman hier weer plops neerzetten. Zetten we er aan deze kant ook een paar neer voor de zekerheid als ze hier komen. Ja, oké, dit gaat wel soepeltjes. Dan gaan we gewoon een beetje daar naartoe, richting deze buis hier achterin, denk ik. Let's go, kom maar op, laat maar zien wat je hebt. Ik weet niet precies waar jullie zijn. Jullie zijn nog steeds hier achterin. Daar hebben we nog niet zo heel veel last van. We moeten gewoon straks één kant kiezen waar we naartoe gaan, denk ik. Oh, dit is zo'n andere guy. Oké, maar die kan niet zo heel ver lopen. Dus dat is niet zo heel erg. Ja, lekker springen, jongen. Ik heb daar allemaal bescherming in gebouwd aan die andere kant. Oh, nu komen ze zelfs hier. Ik kan niet heel erg meer door die buis. Dat is wel jammer. Ik kan alleen met Rabbit Mario er doorheen. Even tackelen zo. Ja, super. Tweede keer tackelen. Ja. Ik ga even wel schieten. Ik denk dat die derde vijand er wel op mij af komt lopen nu. Nee, dat valt mee. En elektroshocken voor hun. Boom, babadibim, lekker. Nou, ik denk dat we gewoon deze kant op moeten trouwens. Gaan we gewoon hier naartoe. Dan gaan we deze guy nog even afmaken. Wat denken jullie ervan, jongens? Ik denk dat dat een goed plan is. Laten we dat gaan doen. Lekker een turretje meegenomen. Hier een tackeltje bovenop gooien. Rayman die neemt ook lekker een turretje mee. Zo, door de buis neerzetten. Tackle er bovenop. En dan wordt hij kapot geschoten. Helemaal goed. Oh, hij leeft nog. Op zich geeft dat niet zo heel erg. Maakt allemaal niet zo uit. Want we hebben nog genoeg aanvallen zoals deze met Rabbit Peach. Nog twee turrets erbij. Let's go, enemies. Ja, jullie gaan nu weer via die andere kant, hè? Dan ga je straks weer daar naar boven springen. Oh ja, of naar beneden springen. Ook helemaal goed. Wat komt er hieruit? Ja, weer twee van die... Of nou ja, het is er maar eentje zo te zien. Oh nee, er komt er nog één. Hallo. Boom. Nou, dat duurt wel even voordat die bij ons zijn. Komen er wel weer meer bij ons in de buurt nu? Ik ga nu gewoon een beurtje weglopen. Ik vind het helemaal goed zo. We gaan hier naar deze achterkant. Dan laten we die anderen ons wel opkomen vangen. Want er is toch nog maar één beurt over. Volgens mij hoef ik nog maar één beurt te overleven. Dus we kunnen prima hierachter gaan staan. Let's go, Rayman. Zet nog maar twee plopperwachten neer. Rabbit Mario gaat even zijn kloontje oproepen. Ja, die kunnen ons nooit meer verslaan. Dit gaat helemaal goed komen, joh. Kom maar op, Matties. Ik weet niet waar jullie allemaal vandaan willen komen, maar ik heb hier allemaal beveiliging neergezet. Doei. Hier, ook voor jou heb ik beveiliging. Oh. Ja, jullie gaan nu naar boven springen, maar ja, jullie zijn nog lang niet in de buurt. Wat komt er uit deze twee portals? Oh, oké. Jij was dichterbij dan dat ik dacht. Succes ermee. Nou, jullie kunnen best met z'n drieën komen, hoor. Oh, met z'n vieren zelfs. Oh, je gaat nog even stoerder doen. Nou, we hebben het toch gehaald. Lekker. Gouden plaat voor ons. Oh, we hoeven nog maar vier streepjes. Maar oké, nu heb ik geen wapen bemachtigd. Maar zit die dan misschien hier in, die wapenskin? Of wat is dit? Wat is dit? Ja, dit is de operateske crusher. Kijk, ja, en die is dan inderdaad voor Rayman. Maar we hebben geen operatesk wapen voor Rabbit Peach. Mis ik dan toch nog iets? Zouden we die kunnen kopen? Ja, kijk, zie je, die kan je kopen. De operateske triotrol. En de rest van de skins, die kan je ook hier kopen, zo te zien. Oh ja, en op de set staat ook dit mannetje dat dingen wil verkopen. Weet je, ik koop ze gewoon allemaal. Al die weaponskins, ik vind ze leuk. We gaan voor de operateske outfit, toch? Of voor deze legendarische triotrol. Die is ook wel grappig. Nee, we gaan operatesk. En zo speel je dus alle challenges uit in Mario & Rabbids The Rayman DLC. Zie ik je weer bij de volgende video? Doe dan een duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren. Mazzel!